En mag ik dan uw speciale aandacht vragen voor ons groot volautomatisch orkest, dat alle films die u op dit binnendoek te zien zult krijgen zonder geleden. Meneer de operateur, mag ik u dan wel beleefd verzoeken eerst het orkest in werking te stellen en daarna het filmapparaat, zodat de liften kunnen lopen en onze voorstelling kan beginnen? Ik dank u. Het nijvere Korvel was en is niet alleen tijdens kantooruren een energiek stadsdeel. Wie deze omgeving kent, kent ook de bedrijvigheid na sluitingstijd. Nergens in Tilburg heeft men zo'n lange en uitbundige traditie aan feesten en gezelligheid als hier. Noem een vorm van amusement en de kans is groot dat Korvel ooit de primeur had of als voorbeeld fungeerde. De vereniging Korvel Vooruit. Sociëteiten en particulieren organiseerden al vanaf de 19e eeuw toneeluitvoeringen, bals, kunstavonden, kaartconcoursen en muziekoptredens. Maar er waren hier ook volop besloten clubs. De Fijne Mast, Strijdlust in Vrede, De Nieuwe Doelen. Ooit klonken zo de namen van schutterijen die in de tuin van Korvelse koffiehuizen hun masten en doelen hadden staan om op zondag een potje te schieten. Traditie, sportiviteit en gemoedelijkheid onder één dak. En sociaal verkeer, want de besturen van deze verenigingen werden meestal gevormd door de notabelen uit de buurt. Er was altijd wel wat te vieren op Korvel. Heel aardig is dat zulke vieringen soms ook de Korvelse weg zelf betroffen. Zeg maar de straat als feestvarken. Zoals in 1930, toen de straat een nieuw wegdek had gekregen. Of in 1952, toen eindelijk de oude tramrails was verwijderd. Feest en nog eens feest. Of bij het planten van een boom op het Korvelplein in 1938. Een boom voor het pasgeboren prinsesje Beatrix. Altijd vond en vindt men wel een aanleiding om de feestverlichting of straatversiering uit de doos te halen. Een wielerwedstrijd, die moet dan toch minstens over de Korvelse weg. Een heus paardencircus? Ja, en al in 1890. En niet te vergeten, de jaarlijkse braderie. Het culturele leven was hier ook altijd sterk muzikaal gericht. Van de zogeheten liederentafel Lego de Montagne tot vele koren. Op straat kon je legendarische straatartiesten tegenkomen, zoals Jan Viool of als Mide Fiedel mee de Remeens hun succesnummers kwamen spelen. In deze omgeving liet pater Piet Heerkens zich inspireren tot het schrijven van het enige echte Tilburgse volkslied. Ik zie u daar zo gerre liggen, Tilburg waar ik geboren ben. Met uw kerken of fabrieken waar ik iedere lijn van ken. Ik zie zo gerre iedere toren, met het handje vier en top. Iedere schouder lucht in morgen, met een pluimken op de kop. Hij staat er niet meer, de kiosk. Maar ooit was die kiosk, geschonken door Van Doren en Dams, zo ongeveer wat nu de concertzaal is. Hier speelden harmonieën en zongen de koren, op zonnige zondagen of weer tijdens een van die vele feesten. Niet alleen in het culturele leven, maar ook in de beeldende kunst hebben Korvel en haar omgeving hun katholieke inslag nooit verloochend. Een grotesk voorbeeld hiervan is dit beeld van Onze Lieve Vrouw, dat in 1934 werd opgericht. Met als gevolg dat dit deel van het Sint-Annaplein naar de Lieve Vrouwen werd vernoemd en alle adressen daar moesten worden aangepast. Iets meer bescheiden is dit monument in de Diepestraat. Dat herinnert aan Coba Pulskens, een vrouw die tijdens de oorlog onderdak verschafte aan geallieerde piloten en dat met de dood moest bekopen. Nergens is zoveel heiligheid in beelden gevangen als in dit stadsdeel. Maria komen we onderweg het vaakst tegen, maar zij was er dan ook om de bewoners te beschermen tegen minder feestelijke invloeden van buitenaf. Maar ook Lidwina, wiens kerk dit jaar nog werd gesloopt, Aloysius, Christus of Johannes de Doper werden wel ergens op of rondom Korvel in het aardse vereeuwigd. Soms moet je ergens naar binnen om die Roomse cultuur te herontdekken, zoals in de Korvelse kerk.
Hier wordt het interieur, naast andere glasramen, gedomineerd door het werk van Luc van Hoek. Het mooiste voorbeeld is dit monumentale glas in lood, dat op zeer kleurrijke wijze Christus hemelvaart voorstelt. Naast religieuze kunst kwam er ook kunst met een grote K. Kunst die altijd aan verandering onderhevig was. Hiervoor is een bronzen plaket op het Sint-Annaplein misschien wel het meest symbolisch. Daar immers woonde Vincent van Gogh toen hij hier op de Rijks-HBS zat. Van Gogh heeft de ontwikkeling in de beeldende kunst later ingrijpend beïnvloed. En we mogen graag denken dat dit is gekomen doordat hij ook op Korvel heeft gewoond. Van Gogh kreeg illustere opvolgers, zoals de schrijvers Pierre Bogaars en Uri Noteboom en kunstschilder Karel Itschert. De voorbije decennia vestigden zich er namen als Jan Doms, Rob Mone, Maarten Hartveld, Jasper Mikkers, Bram Wiersma, Tom America en Peter Hofland. Kunstzinnige reacties op de veranderende tijd vinden niet alleen in studio's, werkkamers en ateliers plaats. Die reacties zijn ook met ingrepen in het straatbeeld zichtbaar gemaakt. Soms half concreet en half abstract, soms heel erg abstract, dan weer als een onopvallende toevoeging. Er is kunst die erg kunstig is. En er is kunst die op kunst lijkt. Maar er is ook kunst die als kunst bedoeld is. En daar helemaal niet op lijkt. Soms komt kunst heel onbewust tot stand als onze fotograaf op stap gaat. Mooi of lelijk, deze fontein is een kunstwerk. In 1973 geschonken door smaakfabrikant IFF. Kwestie van smaak dus. En dan zijn er nog kunstwerken die meestal alleen door de makers zelf worden gewaardeerd. Maar ondanks al die veranderingen zijn er ook blijvertjes. Want is het toeval dat de bekendste Tilburgse cultuurtempel, de Stadsschouwburg, de oostkant van dit stadsdeel markeert? Daar maakt om de 2 jaar de Tilburgse Revue furore. Een revue die ooit, bijna een eeuw geleden, op Korvel is begonnen.